Excuus, het was echt niet mijn bedoeling om de suggestie te wekken dat jouw man zijn prioriteiten niet op orde heeft. Maar ik constateer dat als we het over hem hebben, jij een muur optrekt. Terwijl je normaal heel open bent. Ja, ik heb dat al een aantal keren teruggelezen in mijn aantekeningen. Dus je moet het me niet kwalijk nemen dat ik er daar wat dieper op in wil gaan. Maar doe ik dat? Echt? Trek ik een muur op? Nou ja, ik heb sterk de indruk dat je het niet prettig vindt om het over je relatie te hebben. Ik zie ook echt eerlijk gezegd niet in wat dat met mijn klachten te maken heeft. Toch? Er is geen waarheid in deze. Hoogstens een verschil in beleving. Dan voel ik me echt een patiënt, zeg. Het is voor mij belangrijk om te weten of jij gesteund wordt door het thuisfront. Ik word gesteund, echt. Ludo is heel zorgzaam. En nu denk jij natuurlijk, maar waarom bel je hem dan niet als je in paniek bent? Maar ik wilde hem echt even niet storen vandaag, want hij is op een veiling aan het bieden, kunst. Dus ik was ontzettend blij dat ik jou kon bellen. Ja, nou ja, ik weet hoe angstig zo'n aanval kan zijn. Zullen we even terug naar de bruiloft? Hoe voelde je voordat het gebeurde? Dat was het er nou net. Ik voelde me dus eigenlijk fantastisch. Het ging heel goed. Ik had er zin in. Ik had mezelf getrakteerd op een nieuwe jurk. Het was natuurlijk ook prachtig allemaal daar. Ja, dat was het zeker, ja. En je man? Had hij er zin in? Is dat relevant? De muur. Hij heeft in het verleden wat gedoe gehad met de moeder van de bruid. Ah, dat verklaart het. Dat verklaart wat? Zeg jij het maar. Weet je, ik ga Ludo meenemen de volgende keer dat wij een sessie hebben. Dan kun jij hem vragen wat je wil en dan zul jij echt zien dat het een goede vent is.